god, Shadow. Jij was dit. Jij hebt dit op mijn schoen gesmeerd. Hi, welkom weer bij een nieuwe vlog. Ik ben Rebecca, oftewel Houtje Becca. En leuk dat je kijkt. Yep, je hoort het goed. Ik ga vandaag weer eens vloggen. Omdat ik vandaag een super leuke dag heb. Want ik ben met... Chardo. Chardo, dit was echt... Ik had beter voor je verwacht. Ja, oké. Take 2. Piep. Chardo. Nou, we staan nu boven in het stadskantoor. Met gratis koffie. Met gratis koffie, ja. En we zijn aan het genieten van het uitzicht. Ja. Ja. En mijn koffie. En je koffie, ja, vooral. Ja, genieten. Zo. Jij wil die beker hebben, hè? Ja, stiekem wel. Stiekem wel. Maar dit is toch leuk als je een filmavondje ja, want ding is, ja, maar je hebt dan die Elsa nodig en ik BB-8. Ja. En Maaike. Oh. Spider-Man. Oh. Ja, maar... Oh. Zie hem even high classy zijn. Ja. Hij heeft... Oh. Ik heb mijn kledinghaak gesloten. Ik ga stuk, hij heeft hem hier neergelegd. Oh. Snel weg. Ja, weg. Ben je geslaagd? We zijn geslaagd. Dankzij mijn shopmanager. Dank je, schat. Alsjeblieft. Nu gaan we naar een boekenwinkeltje. We moeten door. Nee, hij zegt ik ga door. Kennen jullie nog het leven van een loser? Dit is al deel 14. Ik heb deel 1 alleen. Is dit boek al voor jou geschreven? Nee, dit boek, een muts. Jij bent een loser. Oh, we zijn lekker een broodje aan het eten. Lekker. Oh, hij is niet scherp, maar goed. Oh. Jammer. Kijk, wat een poepie daar zo. Ja, keer de rug maar naar ons, hoor. Ja, snap ik. We zijn op tering. We zijn eng. We zijn heel eng, vooral die kop van jou. Ja, ik ga op. Ja, wat doe je? Ja, nokken. Oh, die zijn echt uit te kijken van nee. Nee. Welkom bij Chardo probeert de kat te lokken. Gaat het hem lukken? Ik heb ergens gelezen dat katten moet je niet aankijken als gaan ze weg. Maar dit helpt ook niet. Godverdomme. Hij heeft gewoon geen zin in. Hij heeft geen zin in. Nee, wie wel? Jij? Nou, we gaan even een truitje passen. Deze. Hopen dat die leuk zit en lekker. Nou, ik weet niet of dit hem wordt. Nou, daar zitten we met de Mackie. Dit is gewoon echt het romantische start-up. En een gratis concertje erbij. Ja, het is gewoon echt helemaal first dates af. Zeg maar, dit is gewoon first dates af. Gewoon lekker muziekie en een romantisch etentje voor twee. En een knappe showtje. Huh? Hij bedoelt mij. Oh my god, Chardo. Jij was dit. Jij hebt dit op mijn schoen gesmeerd. Maar ik zat hier met mijn hand aan mijn schoen. Oh, maar is dit een vetje? Mag dit als een vet gebruiken? Je hebt toch zelf kleding gekocht? Nee! Gebruik een bonnetje of zo. Gebruik je haar, kom even. Wacht, in het zak moeten ze vetjes zitten. Als ze dat ook zijn vergeten, naast de saus. Ze hadden gewoon de saus vergeten. Kijk dan. En de servetjes. Ik ga zo stuk om je. Maar de McDonald's goed voor ons. Het is Chardo's droom dat hij de internet gek wordt. Nee. Dus maak hem alsjeblieft internet gek. Maak hem internet gek alsjeblieft. Nee. Ga maar. Ga alsjeblieft doen wat je net deed. Samen. Oké. Oké, zijn we er klaar voor? Oké, 3, 2, 1. Ik weet niet meer wat er gebeurt.
Hij gaat ook heel hoog op een gegeven moment. Nou, Hollands Got Talent, bel ons. Maak ik ook eentje een gekke in. En haar ook, zijn we samen. Dan mag het. 42. 42. Moet je dat in ook wel? Oh, hier gaat ze zo goed op. Je wel eentje in dit, hè? Hier gaat ze zo goed op. Waarom? En ze heeft gewoon een paar video's al gewoon met seksstem gepaard. Gewoon puur door dit. 42. 42. Nou, wij drinken en genieten hier nog even door. Je bent zo erg vroeger. Ziet ze. Nou, proost. Meant to be. Meant to be. Oh. Geen zorgen, dat was niet bescheidend. En we zijn weer in een pashockey. Oh, maar echt even. Ik heb toch intense paniek, want ik krijg die ding niet goed dicht. Oh. Nou ja. Daar gaan we. Nou, Rebecca en ik, we zijn kleren aan het passen. Maar onze wegen zijn gescheiden. Want ze zitten in een helemaal andere kleedkamer dan ik, want we kregen plekken aangewezen. Dus ja, we kunnen niet zien wat we elkaar... Ja, wat voor kleding we hebben. Dus we kunnen het in elkaar zien. Dus we doen maar even per vlog. Ja, het is zeg maar een lekker dikke shirt. Heel mooi paars. Maar die schouder, dat zit voor geen meter. Die mouw, dat zit hier. Alsof mijn armen gewoon zijn verzakt. Dit is dus outfit 2. Het is dus een kooltrui. Oh, ik heb eigenlijk helemaal geen van deze shirts. En ik weet ook niet waarom. Want aan de ene kant vind ik het wel... Het staat heel anders bij mijn gezicht. Maar het voelt zo benauwd. Oh, ja, ik vind het wel leuk of zo. Ik vind het wel echt leuk om te zien. Ik vind deze op zich wel netjes. Ja. Let's go. Kijk. Hi, Chardo. Hij is gewoon. Oh, maar kijk eens wat leuks. Kijk dan wat leuk. Oh. Oh, waar ben je? Waar ben je? Waar ik wil, even de camera voor je vast houden. Kan je even goed posen? Kan je even sleeën? Dit is toch leuk, meid? Oh ja. Het. Hollands Next Topmodel in de building. Ja, wij hebben iemand heel leuk. Hij is toch leuk? Ja. Oh, dit schreeuwt jou gewoon. Het is mijn proces. Nee. Je zou toch denken dat er geen corona is? Ja. Hier krijg je toch stress van? Ik weet gewoon niet wat ik zie. Nee. Oh, kijk. Oh, maar... We hebben jullie eindelijk goed nieuws te vertellen. Want wij zijn geslaagd. We zijn geslaagd. Nou, het tragische einde komt eraan. Het zit er gewoon weer op. We gaan naar huis. En onze wij gescheiden. Scheiden. Onze wij gescheiden. Oh, wat ben jij erg, zeg. Ja. Maar daar hou ik van. Daar houden we van. En lieve mensen, dankjewel. Ik vond het super gezellig. Jij mag lekker fietsen in de kou. En ik mag lekker mijn mondkapje op in de trein. Woehoe. Nou, met mijn mondkapje waar geen scheid op zit. Doei. Doei. Zo. En dat was dan weer de vlog. Geen vlogmus. Echt niet. Komt er niet aan. Ik ben er gewoon te lui voor en te druk. En ik weet ook niet of jullie daar gelukkig van worden. Maar goed, ik wil je super erg bedanken voor het kijken. Heel erg leuk dat je gekeken hebt en tot hier hebt gehaald. Boyo. Vergeet niet te abonneren, te liken. Want ja, wie weet komen er dan ooit meer vlogs. Zou leuk zijn. En dan zeg ik zoals altijd zeg onder de vlogs. Geen you, maar bye. Je weet hoe dit ding werkt, hè?